De stichting Develop Art Foundation, DAF, heeft vanmorgen haar documentaire Uncovering Mangrove Ecosystem Services in Suriname gelanceerd. Volgens Rosita Leeflang, voorzitter van stichting DAF, bestaat de documentaire uit beelden geschoten door de lokale bevolking in de districten Nikeri, Koroni, Paramaribo en Komowijnen. De documentaire geeft een beeld over de zorgen en oplossingen als het gaat om onze mangroven. Leeflang zegt verder dat het project is gefinancierd door de UNDP, de Surinaamse regering en de Europese Unie en in 3 fasen is uitgevoerd. For the first part, we headed to Nikeri, Koroni, Paramaribo and Komowijnen to survey almost 900 locals. We gathered information regarding the knowledge and awareness of mangrove ecosystem services, participation in relevant activities, opinion in mangrove management in Suriname, and dissemination of information about mangrove ecosystem services. For the second stage of the project, consultant and trainer Edie Lemmers developed a very basic training manual that we used to train 55 locals, 30 women and 25 men in the 4 districts during 6 weekends. During the training, they were also given information about the mangrove in Suriname by environmental specialist Chiquita Rizzo-Mardono. Leeflang zegt dat het maken van de documentaire een geweldige ervaring is geweest. De groep heeft ook veel geleerd en zal het geleerde toepassen in haar dagelijkse bezigheden, zegt de voorzitter. There is a great need for information about the mangrove, but more in a way the public can adapt to. They really appreciated the discussions we had during the surveys. In Baki, Komowijnen, we heard stories from the trainees that they are now more engaged in telling people not to litter their surroundings. In one case, they saw people in a boat dumping trash just before getting out of the boat. They summoned the people to get the trash out again. On short term, we see that trainees are more aware of the mangrove and its ecosystems and are taking personal actions when needed. Een fragment uit de documentaire Uncovering Mangrove Ecosystem Services in Suriname. En daarvoor Rosita Leeflang, voorzitter van de Stichting Develop Art Foundation. Zij sprak vanmorgen bij de lancering van de documentaire die een beeld geeft van de zorgen en oplossingen als het gaat om onze mangroven. De launch vond plaats in het Courtyard by Marriott Hotel.